kijkers en welkom terug bij een nieuwe aflevering van wie? Ja, ja, van Timody! En in deze aflevering ga ik jullie laten zien hoeveel je kan verdienen met 1 uur magneetvissen. Jawel, 1 uur magneetvissen. Hoeveel levert het op? We gaan het zien. Je gooit je magneet in het water, je neemt een paar van die big shoppers mee. En ja, daar doe je al het oud ijzer doe je in. De inhoud van de geldkistjes zal ik gaan tellen. Ja, hopelijk vinden we die. Die vind je niet altijd. Maar ja, kijk verder. Hoeveel gaan we verdienen? It's a bag! Oh nee. Dat hebben we al eerder gevonden. Dat is een gewicht ook. Hele grote sterretjes. Van die las-elementen, toch? Ja. Dat is wel een gewichtje hoor. Ik weet niet of je dat ook zo kan inleveren als oud-ijzer. Dat weegt ook lekker mee, hè? Dat water en die aarde. Ja, ik weet niet of je dat kan inleveren. Met een meneetje. Ja, kijk, dat kun je ook natuurlijk mee rekenen, hè? Dat geld. Wat daarin zit, als er wel geld in zit. Volgens mij zit er nog wel wat in. Oh, dat is geen portemonneetje, het is een etuietje. Oh. Maar met wel dingetjes erin. Oh, kut dan joh. Met een nagelvel erin en een schaar. Oral B. Oh, die schaar is al helemaal vergaan. Ja, helaas. Geen centjes. Maar toch een leuke vondst. Ja, schaar. Een vergaande schaar. Oh leuk, wel een grappig etuietje. Kijk, dit kan je zo dicht doen. Appetee. Leuk, leuk. Yes. Kleiner. Oké, okay, weer een kilootje. Kluisdeur. En dan zou je denken, zo, dat is lekker. Dat tikt aan bij die Timody. Maar daar hebben we het mis. Want hier gaan we echt een grote fout mee maken. Dit nemen ze namelijk niet in bij de oud ijzerboer. Hier zit namelijk een betonlaag in het ijzer. Dus dit is niet puur metaal. Dit is metaal met beton. En dat zullen ze dan niet innemen. Dus dit leggen wij apart voor de buiten beter hè. Helaas, nog wel een lekker gewichtje. Kluisdeertje. Zo, dit zijn lekkere kilo's. Hoppa! En een 5 centje. Ja, ja. En een 5 centje. Lekker hoor. Maar dit zijn lekkere kilo's hoor. Zo, nou dat is wel een kilootje of 15 à 20. Dat is gewoon weer, dat is een kilo keer 20 cent hè. Dus reken maar uit, gewoon 4 euro. Hoppa. Ja, een mooie rode roos op een bord. Ja, die borden die kunnen ook wel geld waard zijn, ja. Dan zie ik hier achterin geen stempel voor staan. Ja. Oh, 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 en een kogeltje. Oh nee, geen kogeltje. Een inbussleuteltje. Van de moersleuteltje. Het is niet echt veel hier, hè? Maar ja, we zijn pas 20 minuten bezig. Kunnen we naar een andere plek even zo gaan? Waar misschien wat meer oud ijzer uitkomt. Maar we zijn natuurlijk aan het kijken hoeveel levert het op. Maar ja, als je nou een volle kluis vindt, dan levert het natuurlijk veel meer op. Nou ja, ook gaat een audiosysteem van Ford. Maar de expert, hè? Nee hoor, staat hier gewoon bovenop. Ja, er staat ook nog een heel nummer in, joh. Een motelnummer. Ja, kijk, november 2005. Hier zo. Ja. Kilo's. Nou, ik trok er nog een laptop uit. We zijn nu precies een half uurtje bezig. En ja, we gaan naar een andere plek toe. Waar iets meer oud ijzer uitkomt. Dus ja. Toch wel een leuk klein bikje hier zo. Dan hebben we die prullenbak nog van daarnet. Nou, ik kon het toch niet laten om nog even 5 minuutjes te pikken hoor. Dus we zitten nu 35 minuten magneetvissen. En ik trek er een oude spoel uit. Die weegt wel aardig ook en volgens mij is dat zelfs wat meer.
cent per kilo. Dus dat tikt al lekker aan. Dus, nou, die 5 minuutjes worden toch lekker beloond. Zo, wat een gewichtje zeg. Wow. Ja, lekker man. Liggen. Nou, we gaan zo zien hoeveel geld het was. Uurtje magneetvissen. We hebben er aardig wat uurtjes in zitten. Dit is nou weer een beetje jammer. Want kijk eens even hier wat jullie hier zien. Dit was een super dikke stiletto. Ja, er is nou niet meer veel van over. Ja, helaas. Echt helaas, hè. Zo, nou, we zijn bij de metaalboer geweest. Een uurtje magneetvissen, dat brengt op 116 kilo. Oud ijzer en 17 kilo, dat was dat blokje wat jullie zagen net, brengt op 27 euro en 68 cent. En dan hebben we nog eens 25 cent erbij gevonden. Dus dit wordt 27 euro 70 plus 25 cent, dat is 27 euro 95. Ja, lekker. Oké, conclusie. Ik was een tientje kwijt. Qua benzinegeld. Het heeft me daarna nog zeker 3 kwartier gekost om dat oud ijzer in te leveren en de auto weer schoon te maken. Dus ben ik er uiteindelijk denk ik wel 2 uurtjes en 10 euro aan kwijt geweest. Dus kun je ermee verdienen? Ja, het is lastig. Je kan je benzinegeld ermee uithalen. Maar voor de rest moet je het toch echt doen met de vondsten vanuit de geldkistjes en de geldkluisjes. De gouden sieraden die eruit komen, de munten die geld waard zijn. Ja, dat zijn toch wel echte vondsten die het doen, zeg maar. Het oud ijzer is leuk, maar het kost wel heel veel tijd en heel veel energie om dat elke dag weer in te leveren. Of elke keer als je bent gaan magneetvissen. Het maakt ook alles vies. Dus is het het waard? Ik zeg nee. Maar ja, het is wel leuk als je een extra centje wil verdienen, dan kun je dat zeker doen, ja. Dan zou ik gewoon een magneet gaan bestellen en dan kun je op een dag zeker wel 50 euro aan oud ijzer verdienen. Ja, hartstikke leuk. Want dit was natuurlijk maar een uurtje, uiteindelijk 2 uurtjes. Maar als jij gewoon op de fiets... Ik zal nu wel even een plaatje laten zien. Nu komt er een plaatje van een magneetvisser die dat namelijk doet op de fiets. Ja, en dan kan je er wel echt aan verdienen. Want dan heb je geen benzinegeld. Ja, dan is het alleen maar tijd en energie wat je erin in stopt. Maar dan kun je er wel echt aan verdienen. Dus hartstikke leuk. Maar in ieder geval, we gaan afsluiten. Ik zie jullie in de volgende video. Ja, die gaat mega vet worden. Want we gaan op pad met Aartos. Jawel, met Aartos gaan we op pad. En natuurlijk met Glenn van AlDMD. Waarschijnlijk is Badje Goud er ook bij aanwezig. Dus dat wordt weer lachen, gieren en brullen. Wat moeten jullie daarvoor doen? Hard abonneren. Druk gewoon op die abonneerknop. Je bent hartstikke goed bezig. Want 60% is al geabonneerd op mijn YouTube kanaal. Ik vind jullie echt hartstikke goed bezig. Maar wat is die andere 40% dan aan het doen? Aan het slapen of zo? Wakker worden, abonneren, hard. Vind ik leuk, achterlaten. Want wat gaat er gebeuren? Als deze video namelijk 350 duimpjes omhoog heeft gehad. Ja, dan ga ik overleven als magneetvisser. Dus dan ga ik met 0 euro naar buiten. Met alleen maar magneet, zonder eten, zonder drinken. En dan gaan we overleven als magneetvissen. Wie wil dat nou niet zien? 350 duimpjes omhoog, dat is toch niks? Dat kunnen we toch zo halen? Doe dan even een dikke vette blauwe duim omhoog. En dan zie ik jullie in de andere video. Blijf wel even nog kijken, want er komt nog een geldkistje aan. Waar wat spulletjes in zaten. Niet heel bijzonder, maar wel leuk om te zien. Ik zie jullie in de volgende video. Ik zeg tjallas! En een 5 centje. Appatee. Ja, en daar kunnen natuurlijk ook allemaal munten in zitten. Of... Of... Dit dan joh. Oh, er staan nog wel nummers in. Oh, er staat ook echt nog een adres in joh. Uit Rotterdam. Registratienummer.
Van wat is dit dan? Wat zit erin dan, joh? Oh, kijk dan, het lijkt net of er een sieraad hierin zit. Zo, mijn hart ging helemaal. Maar ja, er staat echt nog een adres op, oké. Okay. Zou hier dan ook wel op staan? En voor de rest was dat het wel. Hé, hey. Nog wel een of ander. Hé, hey. Medicijnen. Nog meer medicijnen. En ja, sleutelhanger. Helaas geen dikke buit. Maar toch leuk. Geldkissie. Yes!